Wat vindt u ervan als de avondklok wordt opgeheven? Goeie zaak, ja. En voor mij maakt het niet zoveel uit hoor. Ik zit toch s'avonds netjes binnen, een beetje tv kijken, een beetje knutselen. Voor de jongeren vind ik het heel belangrijk. Ik vind eigenlijk dat het best wel fijn is, ook voor de mensen. Die vooral fijn vinden om naar familieleden te gaan. En ook om andere dingen te doen. Ik heb twee dochters en ja, die hebben ook al een gezin. En die willen wel eens 's avonds weg, weet je wel. Dus die zouden het wel fijn vinden als het opgeheven wordt. Maar ik snap wel dat het voor veel jongeren wel een probleem is en dat die graag weer naar buiten gaan. Ik zou het fijn vinden zelf, zou ik zeggen. Want in de avond dan ga ik meestal lopen. Dat is meestal na 9 uur, want dan heb ik pas tijd. Ik ben ervoor, zodra het effect heeft. Maar als het geen effect heeft, dan niet. Dan vind ik het prima dat het wordt opgegeven. Want het is toch wel een stukje vrijheid wat je wordt afgenomen. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Voor mij mag de avondklok wel blijven. Ik denk toch dat het wel zoren aan de dijk zet. En welke argumenten heeft u daarvoor? Ik ben een beetje bang dat als de avondklok opgeheven wordt, dat mensen weer geneigd zijn om bij elkaar op visite te gaan. Met alle gevolgen van dien. Ja, moeilijk. Aan de ene kant zeg ik van, nou ja, ik vind het prima. Anderzijds bij mij in de wijk heb ik toch zoiets van, nou ja, daar lopen doorgaans mensen wat ik 's avonds nooit tegenkom. Ja. En dan nu wel, dan is dat wel een beetje, dat ik denk van, moeilijk. En kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die erg last hebben van de avondklok? Daar heb ik me eigenlijk niet zo in verdiept. Het zal wel, ik hoor wel mensen zeggen, wij kunnen niet onze gang gaan. Maar dan denk ik, ja, kom op. We kunnen nog heel veel in vergelijking met andere landen. Ja. Ik persoonlijk niet. Ik train elke dag, dus ik ga vroeg naar bed. Ik heb geen probleem daarmee. Nee, ik zou het niet weten. Denkt u dan niet dat als de avondklok wordt opgeheven, dat het aantal besmettingen dan weer toeneemt? Denk het wel. Die neemt toe. Zeker weten. Vooral de nieuwe variaties. Die Engelse, die nou wel binnenkomt. En als de avondklok nog even voortduurt, wat vindt u daarvan? Ik vind het wel goed. Ja, kijk, als het effect heeft, dan vind ik dat prima. Dan heb ik daar vrede mee. Dan hou ik mij daar wel aan. Ja, voor mij prima. Ik heb daar geen problemen mee. Ja, ik mag met de hond toch naar buiten. Ja. Dus, nou, dat hoeft voor mij niet meer. Ja. Ik hoop gewoon dat die hele corona, ZSM, weggaat. Ja. Voor mezelf, voor iedereen, voor mijn kinderen. Want ze worden er helemaal dol van. Ja. Ja, wat ik al zei, voor mij is het geen probleem. Maar voor de jongeren vind ik het echt wel een beperking. Ja, want zij kunnen 's avonds niet even hun vriendjes of vriendinnetjes opzoeken. Hè? Of eens eventjes wat gezelligheid. Dus ze zitten maar thuis en dat beeldschermpje, dat is iedereen wel zat. Nou, mag nog wel een halve maand duren, maar moet wel een keer ophouden. Ja, op sommige momenten is het wel lastig natuurlijk, want als je ergens heen wil, je moet altijd voor 9 uur thuis zijn. Wat zou je ervan vinden als morgen alle coronamaatregelen zouden worden afgeschaft? Als dat vanwege de corona kan, dan zou dat heel prettig zijn. Maar als dat niet het geval is en de cijfers gaan in één keer wel omhoog, dan wordt het heel vervelend. En dan gaan de mensen die het hardst hebben geroepen om afschaffing, weer roepen om instelling van allerlei maatregelen. Correct. En zo blijven we doorgaan. Exact. Nou, dat is wel een beetje snel. Nee, hij moet vanavond ook nog een spuit hebben. Dat is ik heb ze al gehad. Martin de cameraman. Martin, die moet nog een spuit hebben. Niet goed. Nee, absoluut niet goed. Ik ben, hoe lullig het ook is, ik ben zelf longpatiënt. En ik vind eigenlijk, we hebben ons al die tijd keurig aan alles gehouden. Mijn ouders leven nog. En ik denk wel eens dankzij dat wij altijd zo ons overal aan gehouden hebben, kunnen wij nog steeds op bezoek bij mijn ouders. Dus de avondklok vindt u nog steeds een goede zaak? Ja, ik vind het wel een goede zaak. Ja, nou, het mag voor mij als corona daardoor ook meteen weg is. Dan vind ik het goed. Maar aan de andere kant, ja, je bent nou al zo gewend aan dit leven. Wat gaat u nou het eerste doen in zo'n situatie? Nou, ik denk heel uitgebreid knuffelen met de naasten die naast me staan en wie me lief zijn. Ik bedoel, dat is mijn familie, mijn vrienden. Mijn werk, want daar moet ik ook bij afstand houden en dat is ook heel moeilijk. Dat lijkt me een heerlijk vooruitzicht. Ja, ergens wel. Gewoon de mensen waarvan je houdt, om wie je geeft. Het hoeft niet eens te zijn van nou, mijn man bijvoorbeeld, want die knuffel ik elke dag. Ja. Maar ja,
Ik zou ze gewoon knuffelen.